De COVID-maatregelen zijn weer verscherpt. Van maandag tot en met vrijdag geldt het uitgaansverbod van 8 uur 's avonds tot en met 5 uur in de ochtend. En op zaterdag en zondag van 6 uur 's middags tot en met 5 uur 's ochtends. Dit geldt voor de periode van donderdag 8 april tot en met woensdag 21 april. De maatregelen zijn aangepast omdat er een mogelijke derde coronagolf op komst is. Deze mededelingen deden minister Amar Ramadien en directeur Rakesh Gayadhar Sukul van Volksgezondheid vanmiddag op de COVID-19 persconferentie in de congreshal. Het uitgaansverbod is vanaf donderdag 8 april 2021 tot en met woensdag 21 april ingesteld van maandag tot en met vrijdag van 8 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend en zaterdag en zondag van 6 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen. Geen samenscholing van groepen groter dan 10 personen. Dit geldt niet voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een protocol is. Het is verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend. Dit zijn potentiële mass-spreading events en zal onder geen beding ontheffing gegeven worden door de autoriteiten. Illegale feesten, zoals we die gisteren hebben gehad aan de Anton Drachtenweg, zullen aanzienlijk beboet worden. En ik sta volledig achter de politie dat de vergunning voor onbepaalde tijd gewoon ingetrokken moet worden. We moeten weten dat er consequenties zijn als we zullen met de gezondheid van onze samenleving. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. De coronamaatregelen zijn vanwege een mogelijke derde golf voor 2 weken verscherpt.